Hoi, ik ben Joy en superleuk dat je er weer bij bent om samen met mij deze workout te doen. Hoe fijn zou het zijn als je je billen en je buik vanuit één oefening kan trainen? En dat is precies wat we vandaag gaan doen. Let's go! Oké, in deze workout gaan we dus onze billen en onze buik trainen vanuit de plankpositie. In totaal duurt de workout 15 minuten en we gaan elke keer 45 seconden werken en dan heb je 15 seconden rust. Heb je een matje, pak hem erbij. Je eerste oefening is vanuit een plank. Je mag op je ellebogen komen, op je knieën komen en hier vandaan duw je jezelf op je handen en laat je je weer terugzakken op je ellebogen. Yes, kom maar staan. In 4, 3, 2, 1, omhoog. Kom. Duw jezelf omhoog en weer naar beneden op je ellebogen. Uiteraard goed spanning op je buikspieren, maar knijp ook in je billen. Yes, het is je eerste oefening, dus we beginnen een beetje rustig aan. Even goed warm worden en wennen aan het idee dat we straks bijna een kwartier in een plankpositie gaan staan. Heel goed, hou vol. Yes. Probeer zo min mogelijk te wiebelen vanuit die heupen. 10 seconden nog. Eerst 5, 4, 3, 2, 1 en rust. Ik ga de volgende meteen in je voordoen. Je komt op je handen en je knieën. Hier vandaan 1 been omhoog. 3 pulsjes in je donkie kip. Terug naar beneden en weer 3 omhoog. Zelfde been. In 3, 2, 1, go. Kom maar. 3, 2, 1 en terug. Heel goed. Knijp goed in je buik. En knijp in die billen. Duw je heel richting het plafond. En zorg dat je geen holle rug trekt. Dus niet dit gaan doen. Kantel echt die bekken naar voren. Knijp goed in je buik. En puur knijpen vanuit die bilspieren. Heel goed. Kom aan. Voel die verzuring. 20 seconden nog. Yes. Ook hier, knijp goed in die buik, hè. Het is eigenlijk een dubbele oefening. En voor je billen en voor je buikspieren. Heel goed, hou vol. 5, 4, 3, 2, 1. Yes. Oké, 2 tellen los. Gaan we naar je andere kant. Zelfde oefening, andere been. Handen mooi onder je schouders. Knieën in de grond. Spanning op je buik. Kantel die bek alvast een beetje. In 3, 2, 1, go. Kom maar. 3, 2, 1 en terug. Heel goed. En waarschijnlijk voel je dat je een beetje opzij leunt naar één kant, hè? Dat is logisch. Omdat ik maar één been op de grond heb. Maar zorg dat je vanuit die buikspieren jezelf zo recht mogelijk houdt. Zodat je niet echt te veel opzij gaat leunen. Yes, heel goed. Kom aan, verzuring in die billen. Hou vol. Yes, come on. Ik voel hem, ik hoop jij ook. Denk aan die hielen richting het plafond. Je bent er bijna, hou vol. 5, 4, 3, 2, 1. Yes, rust. Volgende gaan we weer echt naar je plank. Handen onder je schouders, tenen in de grond. Hier vandaan, 1 knie in en strek hem uit omhoog. 1 knie in en strek hem uit omhoog. Ready? 3, 2, 1. Plank, knie in en strek omhoog. Heel goed, kom aan. Schouders mooi boven je handen. Duw je borst op. Niet gaan hangen, hè. En weet je jezelf trots. Niet spannen in je buik en knijpen in je billen. Heel goed, heel vol. Kom aan. Dit is je eerste flink zware oefening. Heel vol, hè. Heel goed, kom aan. 15 seconden nog. Yes, buik en billen. Buik en billen. 5, 4, 3, 2, 1. En rust. Handen even los. Andere kant. 3 keer raden. Handen weer om je schouders. Tenen in de grond. En nu je andere knie naar je borst. En andere been in de lucht. In 3, 2, 1. Yes, kom maar. In en strek uit.
in. En knijpen die billen. Heel goed, ook hier. Denkraaf, geen holle rug. Net als nu dit gaan doen. Hou jezelf sterk in die plankpositie. Heel goed, kom maar, hou vol. Yes, netjes. De vuring ook in die schouders. En hierna krijg je je schouder een klein beetje rust. Kom maar, hou vol. 20 seconden nog. Focus. Op die sixpack. Op die billen. 10. Oh, goed. Kom maar doorwerken. 5, 4, 3, 2, 1. Rust. Handen even los. Dan kom je tabletop. Dus handen weer onder je schouders. Knieën in de grond. Hier vandaan. 1 been opzij. En wit weg. Yes. In 3, 2, 1. Go. Lift opzij. En kom terug. Heel goed. Belangrijk. Je been gaat dus opzij. Knijp in de zijkant van je billen. Probeer wel je lichaam zo recht mogelijk te houden. Dus niet helemaal open draaien. Knijp in die buik. En puur vanuit die bilspieren. Trek je je benen op. Yes, heel goed. Hou vol. Yes. Kom aan, goed in die zijkant. Voel je de voering. Snel op in die buik. Kom aan, hou vol. 10 seconden nog. Yes, kom aan. 5, 4, 3, 2, 1. En los. Oké, pauze. En we gaan weer door op hetzelfde been. Dus handen nog steeds onder je schouders. Tenen in de grond. Hier vandaan lift je één been. We gaan strekken en buigen. Heel goed, hou je knie hoog. Ready, go. Kom maar. Strekken en buigen. Strekken en buigen. Dit zijn eigenlijk gewoon hamstring curls, maar dan in de lucht, hè? Goed, kom aan. Probeer je knie zo hoog mogelijk te houden. Flex je voet en knijp je buik, hè? Niet dit gaan doen. Knijpen, knijpen. Kom aan. Continue spanning op je billen. Hou vol. Hou omhoog, hou omhoog. Heel goed. Kom aan. 15 seconden nog. Blijf ademen. Beter hebben voor je voorhoofd. Kom aan. 5, 4, 3, 2, 1. En los. Volgende. Handen. Uiteraard weer in je plankpositie onder je schouders. Hier vandaan. 1 knie in. Terug. En dan je andere knie in. Als een Spiderman. Yes. 3, 2, kom maar. Go. In en terug. In en terug. En ik wil dat je elke keer kijkt naar je knie. Je hebt dat knie helemaal naar je elleboog. Dus niet hier halverwege, hè? Niet daar. Nee, echt intrekken. Heel goed, kom maar. Kijk mee. En kijk mee. Heel goed. Kom maar, over de helft. Hou vol. Topper. Even wikkelen. Yes. Bijna, bijna. 5, 4, 3, 2, 1. Rust, pauze. Handen los. We gaan terug naar die tabletop. Met die side leg. Dus je andere kant, zijkant. Net ging die omhoog. Nu gaat je andere been omhoog. Ready? 2, 1, go. Kom maar. Focus. Je schouders staan boven je handen. Knijp goed in je buik. Stabiliseer jezelf. Zodat je zo min mogelijk aan het wiebelen bent of aan het meeleunen bent. En voel die kracht aan de zijkant van je billen. Heel goed. Krijg je nou last van je polsen omdat we de hele tijd in de plank staan? Heb je hier als optie om je knokkels in de grond te zetten. Kijk of je dat prettiger vindt. Sta je wel iets minder stabiel. Wiebel, wiebel, wiebel. Maar dat geeft niet. Trainen we nog meer. Kom maar, hou vol. Nog 3, 2, 1. Yes. Oké, weer dezelfde. Hetzelfde been. Hier gaan we ook weer naar die hamstring curls. Yes, buigen en strekken met je knie hoog houden. Knijp goed in je billen en knijp in je buik. 3, 2, 1, kom maar. Strek uit, buigen.
strekken. Buigen. Vooral bij dat strekken. Zorg dat je niet te veel naar beneden zakt. Hè? Hou hem echt hoog. Voel die spanning in je bilspier. Kom aan, duw hem weg. Heel goed. Ook weer actief in die buikspieren. Niet te veel opzij leunen. Hou vol, hou vol. Yes. Alweer bijna 10 minuten onderweg. Even doorwikkelen nog. Heel goed, verzuring in die billen, in je buik. Doorzetten, kom aan. 5, 4, 3, 2, 1, pauze. Ellebogen in de grond. Ellebogen mooi onder je schouders, tenen in de grond, hier vandaan. Loop allebei je voeten naar buiten en allebei je voeten weer naar binnen. Yes, in 3, 2, 1, go. Kom maar, uit, uit, in, in. Uit, uit, in, in. En probeer zo min mogelijk dit te doen, hè. Niet doen. Stabiliseren, zo stil mogelijk. Kom aan. Hou vol. Heel goed. Kom aan, pak je eigen tempo, hè. Je mag sneller, je mag langzamer. Yes. Hou vol, hou vol. Heel goed. Kom aan, 15 seconden nog. Sterk. 10. Dikkel. 5, 4, 3, 2, 1. Rust. Uit je zijkant. Yes. Elleboog in de grond. Beide voeten in de grond. Hier vandaan duw je jezelf straks omhoog. Eén hand over je lichaam en terug naar je heup. Over je lichaam en terug. Ready? Go. Kom maar. Heel goed. Kom aan. Knijp goed in die buik. Lift die heupen. Yes. Come on. En we bewegen je arm om een beetje disbalans te creëren. Dus om ervoor te zorgen dat je gaat wiebelen. En dat die buikspieren moeten aanspannen om jezelf te blijven laten staan. Laten blijven staan, blijven laten staan. Heel goed, hou vol. Come on, 20 seconden nog. Knijp in die billen, knijp in die buik. Voel die zijkant trillen. Heel goed. Kom aan, 10 seconden. Netjes. 5, 4, 3, 2, 1. Yes, terug naar handen en knieën. We gaan hier Superman. Handen onder je schouders, knieën onder je heupen. Hier vandaan. Tegenovergestelde arm en been. Strek je uit. Trek hem terug. En strek weer uit. Yes. Ready, go. Kom maar. Maak lang. Trek in. Knijp goed in je buik. Geen holle rug. Maak lang. Trek in. Yes, probeer echt zo stil mogelijk te zijn. Vanuit je core, hè. Dus je rug gaat nergens heen. Heel goed, kom aan. Hou vol, hou vol. Netjes. Knijpen. Knijpen en knijpen. 20 seconden nog, kom aan. Heel goed. Maak lang. Maak klein. 10 seconden. Heel goed. 5, 4, 3, 2, 1. Wissel. We gaan naar je side plank aan de andere kant. Oké, elleboog weer in de grond. Beide voeten in de grond. Kom omhoog. Die heupen zo hoog mogelijk. Eén arm weer eroverheen. En weer terug. Go, kom maar. Over en terug. Heel goed, kom aan, hou vol. Netjes. Oké, check even je eigen houding. Ben je echt mooi in één lange lijn? Of merk je dat je heupen een beetje naar achter zijn? Of misschien zelfs een beetje naar voor? Zorg dat je voeten, je heupen en je elleboog in één lijn staan. Of boven je matje zijn. Kom aan, hou vol. Draai die schouders mooi open, dus niet naar voren hangen. Draai je open boven elkaar. Kom aan, hou vol. Knijpen. Je bent er bijna. Hierna nog maar eentje. 5, 4, 3, 2, 1. Yes. Oké, Superman, maar dan andere kant. Heel goed. Dus net hadden we deze. Nu gaan we naar je andere kant. Ready? In 3, 2, 1. Go. Kom maar. Maak lang en trek weer in.
focus je spanning op je buik en op je rug. Hè? Hier beweeg je niet en daar beweeg je ook niet. Het enige wat beweegt is je hand. Even. Volledige spanning op je buikspieren. Yes. 20 seconden nog. En dan ben je klaar, dan zit het erop. Een kwartier lang. Vanuit de plankpositie. Je buik in je billen gedrukt. Yes, come on. Laatste paar seconden. 5, 4, 3, 2, 1. Yes, that's it. Oeh, heel erg goed gedaan. Hard gewerkt. 15 minuten plankworkout voor je benen, voor je billen en je buik. Ik hoop je te zien bij de volgende workout. Doei!